Goed mensen van Aldi's Games, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe serie. Waarom doe ik een serie op Aldi's Games, vragen jullie waarschijnlijk af. Nou, omdat Bo en Roy natuurlijk heel veel video's op Project McCrafty hebben gemaakt, dacht ik van, het is wel eerlijk dat ik ook een paar video's op Aldi's Games maak. En toevallig was er een hele vette game in de aanbieding, Brothers, A Tale of Two Sons, zoals je ziet. Het is een hele vette en een heel mooi verhaal, heeft het spel. Dus ik ben heel erg benieuwd, ik wou hem wel spelen, ik dacht van, hey, waarom ga ik het gewoon niet opnemen? We gaan gewoon direct beginnen. Hij was 3 euro voor, in de Steam sale. Dus ik dacht, ik koop hem wel. Ik maak er een leuk videootje van. Ik ga met jullie in het avontuur van A Brother of Two Sons. Of A Tale of Two Sons, sorry. En ik ben echt heel erg benieuwd wat het is. Het schijnt een hele mooie game te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is wel Engels. En het heeft helaas ook geen ondertiteling. Maar daar kunnen we niks aan doen. Kan ik ook niks aan doen. Dus ja, het zij zo. En hij zit te prayen bij een graf. Dan staat er wel een C of zo. Oh, dat is een roos. Ik dacht dat het een C was, maar dat is een roos. Oh, wat gebeurt er? Oh, iemand verdrinkt. Oh jee. Pak hem. Pak haar, niet hem. Ja! Ja, yeah, you got it! Nee! Oh. Ah. Ah. Susie is dood, dat denkt de zus. Ah. Het lijkt me zo erg als dat gebeurt, hè, in het echt. Het lijkt me zo eng. Als je niet kan zwemmen. Oh, dat is hem. Ah. Poor little fella. It's gonna be alright. It's gonna be alright, mijn vriend. Zielig. Heel erg zielig. Nou ja. Oh. Oh, is de moeder. Is dat de moeder? Ik weet niet wat ze zeggen. Dat is geen Engels. Dat is geen Engels. Oh, and she's gone. Wauw, oké. Okay. Oh. Da! Ata Nayi! Ata! Het is Japans of zo, denk ik. Chinees of zo. Ik ben heel benieuwd. Is dat de vader? Ik denk dat het de vader is. Ja, hoppakee. Carry it away. Ik denk dat ze meteen wel Engels hoort. Hoop ik. Anders zal het een hele rare game zijn als het Japans is. Wauw, het ziet er wel vet uit hoor. Het is een indie game. En het heeft zo'n mooi verhaal. Hij heeft ook echt een 9 of van de 10 of zo cijfers gegeven. Oh, wat is dit? LT, Big Brother, Little Brother. Oh, ik moet het inhouden. Oké. Okay. Ik speel het met een controller. Oh my god, oké. Okay, here we go. Here we go. We nemen vader Japaner mee. Ja. Kom. Get down here. Nice. Oh, pas je op. Yes. Oh, nee. Pak hem vast. Oh, deze controles zijn nog best wel moeilijk, weet je dat? Oh, gaat goed. Ja. Niet vallen. We brengen je naar beneden. Naar een ziekenhuis, denk ik. I don't know. Gaat goed. Zijn er bijna. Almost there. Good job. Hoe kunnen we daar overheen? Dat is dicht. Dat is een brug. Oh my god, hoe gaan we dit nou weer doen? Oh ja, ik zie daar een hendel. Moeten we waarschijnlijk overhalen, denk ik. Yes, ik zet je hier af. En dan loop ik zo hier naartoe. En wat moet ik dan doen? Tia. Oh, moet ik je helpen? Oh, de grote broer moet het doen. Oké. Doe maar. Ik denk dat ze geen taal spreken. Ik denk dat het... Ja, kan je hem overhalen? Of moeten we hem dichterbij brengen? Oh, we moeten hem denk ik dichterbij brengen, I guess. Oh my god, dit is... Oh my god, damn controls. Ja, gaat goed. Oké, pak hem vast. We gaan gewoon even dichterbij dan. Ja? Nee? Dan dit? Oh, kijk, nu doet hij het. Atta. Ja, haal hem over. Goed zo. Ja. Hij staat erin. Of moeten we dit met z'n tweeën doen? Waarom doen ze het niet? Kom op, haal hem over. You can do this. Nee, die kleintje lukt hem denk ik niet. Misschien moet deze nu helpen. Of is er hier ook een? Nee, die is er geen. Oké, grote broer. Gaat gewoon fixen. Ik ga hem inhouden. Kijk wat hij gaat doen. Oh, ik moest hem inhouden. Hoppakee, doen we even hoor. Zo aan de overkant. En laat hem los. Oké. Pak hem weer. En... Oh,
Nee, jij moet wel goed staan. Hij kan de achterkant denk ik niet doen. Ja, eerst de grote broer. Ja, dan een kleine broertje. Oh, niet weglopen. Yes, let's go. Oké. Ik kan alleen nog maar vooruit. Ik kan niet... Oh, nu kunnen we bewegen. Zo, gaat goed. Papa gaat niet dood. Niet doodgaan, papa. Ja, gaan we omhoog? Oh, we moeten hier nu naartoe. Denk ik. Wat zit hier? Ik zie daar een rope. Oh, oké. Okay. Ik denk dat we die kleine... Oh, dat is zo. Ik denk dat we die kleine broer omhoog moeten gooien of zo. I guess. Ja, kijk. Oh, dat is vet. Dat is leuk. Ja. 1, 2. Hoppakee. Zo. Ja, en nu kan deze kan de touw omlaag gooien. En dan kan deze erop. Oh, dat is leuk gedaan. Oh, dat is serieus vet. Kijk. En dan kunnen we deze overhalen. Dan moet jij hier en zo. En go. Oh, dan moet ik gaan draaien. Oh my god. Zo, oké. Okay. Nailed it. Dat is niet zo moeilijk. Oh, damn controls. Nog best wel lastig. Je weet niet... Ik weet echt niet welke is. Oké, okay, jij kan... Oh, nee, niet vallen. Niet vallen. Gelukkig kunnen ze niet afvallen. Ja, ja, komt goed. Komt goed, papa. Komt goed. We brengen je nu naar het ziekenhuis, denk ik. Ja, kijk. Daar is oma. Of opa. Ja? Neem hem mee. Ik denk dat ze geen taal spreken. Ik denk dat het een spel is zonder enige praat iets. Ik denk dat het gewoon allemaal uit wordt gebeeld. Hello there. Sabe. Oké. Okay. Hey. Water. Wat? Ik denk dat hij ziek is. Een boom. De wereld. Of zo? Ik denk dat we iets moeten halen. Om hem te redden. Denk ik. Oh, dat is wel zielig. Dat is het enige wat ze hebben. Want de moeder is dood. Dan hun vader gaat ook bijna dood. Hou het vol. Hou het vol, papa. Ja. Komt allemaal goed. Het komt allemaal wel goed. Oké, okay, let's go. Hey, ik heb het even opgezocht en het blijkt dus echt gewoon geen taal te zijn. Ze praten, ze babbelen maar gewoon wat. Dus dat geeft juist een extra touch aan het spel, vind ik. Dat je niet weet wat ze zeggen. Hoi, mogen wij er langs? Wij moeten de wereld redden. Of een vadertje. Ah, oké, okay, we mogen er nog niet doorheen. Ze moeten denk ik via het water hier naar beneden. Oh, nee, kleine broer, kom. Goed zo, ik denk dat we hier naartoe moeten. Kunnen we zwemmen? Ik hoop dat we kunnen zwemmen. Oh. Nee, ik denk het niet. Oh, hij is natuurlijk bang voor water, denk ik. Komt allemaal goed, zegt grote broer. Alles wel leuk. Hij krijgt gewoon zwemles nu waarschijnlijk. Gaat het hem lukken, denk je? Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Gaat het kleine broertje het doen? Little brother. Hoppakee. Oh, ja. Hoppakee, hou hem vast. There we go. Als ik hem loslaat, gebeurt er dan? Oh, nee, niet loslaten. Zielig. Nee, hou hem vast. Heeft hij hem vast? Ja, hij heeft hem vast. Waar moeten we naartoe? Ik denk dat we hier naar beneden moeten. Denk ik. Let's go to the sun. Oh, dit ziet er wel vet uit. Oh, dan moeten we daar naartoe. Daar rechts. Komt goed, broer. Dan kunnen we daar weer omhoog. Oké. Okay. Oh, niet... Nee. Ja, je bent er. Goed zo. Oké, okay, dan kunnen we nu hierop. Klimmen. Nice. And get up. Oh, nee. Dan moeten we even wachten tot hij weg is, denk ik. Zo. Dat is natuurlijk niet leuk. Ik denk dat we nu... Ja, ik denk inderdaad dat we hier naartoe moeten nu. Ja, hij is een idioot. Ja. Ja, deze kan omhoog. Hoppakee. Wow. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is zo een. Kon ik dat maar. Hoppakee. En dan kunnen we hier omhoog. En dan kunnen we hier vastpakken, neem ik aan. En dan kunnen we zo via de muur naar binnen. Hey, vogeltjes. Hey there. Oeh. Vogeltjes vliegen weg. En dan kunnen we hier loslaten. Dan zijn we in de stad, denk ik. Ja, we zijn in de stad. Zo. Bam. Oh. Careful. Nice. Kijk,
Oké, en wat nu? We krijgen een cutscene. To rotate the camera. Oh, zo. Oké. Dat is wel handig. We kunnen de camera veranderen. Wow, die ziet er best wel vet uit. Hallo, wat kunnen we met jou? We kunnen met jou niks. Kom, ja, omlaag. Even de camera draaien. Oh my god, that camera though. Kunnen we hier naar beneden anders? Kunnen we hier niet naar beneden? Ik denk dat we hierop moeten. Ja, dacht ik al. Nee, dan moet je hier niet afspringen. Al kleine broertje kan er niet op. Oh ja, nu wel. Oké, mooi. Dan gaan we hier ook op. Zo. Oh nee, ik heb een pot gebroken. Ik ben een pottenbreker. Oh my god. Ja, kom op. There we go. Nee, kleine broertje moet hier naartoe. Er zit hier achter. Kunnen we hierin? Kunnen we niet in. Ik denk dat we hier omhoog moeten. Best wel logisch. Ja, en klim. Nice. En we gaan omhoog. Woep, woep. Ze pakken gewoon niks vast en ze klimmen omhoog. Oké, okay, seems legit. Zo, even cameraatje draaien. Nee, niet die kant. Nee, oh, nou, is ook goed. Kan ik ook wat zien. Careful, niet vallen. Oh, jullie staan in elkaar. Maar dat maakt niet uit, weet je, als het maar... Oké, gaat. Oh nee, die ene guy komt eraan. Is dat een pusher gevangen of is dat een hond? Dat is een hond. Kom, we moeten de hond gaan we even redden. Oh, er komt die ene guy eraan met de stok. Oh, een idioot, ik mag hem echt niet. Oké, wat kunnen we doen? Ik denk dat kleine broertje hier doorheen kan. Yes. En... Oh, wat is dit? Maar, dat is een dikke bulldog. Dan kunnen we denk ik deze los... Of, ja? Ja, ik ben bezig. Draaien. Hij is bang voor honden of zo. Wow, moet je voorstellen, als dat ding je grijpt, joh. Levensgevaarlijk. Ja, ren maar weg. En dan kan grote broer kan ook komen, hè? Oh, die is er al. Dan moeten we denk ik hierin. En dan gaan we waar naartoe? Wat dan? Je scared? Zit ook gewoon te klappen. Hey, lekker voor je. Ja, als die me niet de stad in wil laten. Weet je? Vind ik ook lullig. Oh, we moeten deze kant. Oh, kijk nog. Oh, dat is een pusher. Pusher! Kom op, een pusher. Hallo, pusher. Wat kan je daarmee dan? Als ik hier sta. Niks. Ik klik op de knoppen, maar er gebeurt niks. Oké, dan gaan we weer verder. Moeten we hier naartoe? Nee. Ik denk dat we hier omlaag moeten. Dus we gaan even met het kleine broertje gaan we hier omlaag. Ik denk dat we dat moeten doen, hoor. Wat? Wat gebeurde er? Oké, daar. Daar. Oké, kom eraan. We moeten denk ik deze hendel overhalen. Alleen... geen zin. Wat? Een scumbag. Oké, ga maar aan de kant. Ik haal... Hoppakee! Zit ook gewoon te lachen. Een scumbag. Ja, nu wil je wel vast wel de hendel overhalen. Want je moet toch nu andere kleren aan doen. Ja, kan ik erbij? Je moet grote broer denk ik doen. Oh, kijk. Anna Wanadi? Klik. Hoppakee, doen we even voor. En dan kunnen we er nu doorheen. Nice. Maar jongens, voordat we verder gaan, wil ik in ieder geval zeggen, hartelijk bedankt voor het... Oh, we krijgen nog blijkbaar een kleine cutscene, jongens. Of ik kan ook een pauze drukken. Ik kan ook een pauze drukken. Wat lullig van me. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie gewoon bij de volgende aflevering van Brother, A Tale of Two Sons. Ik vind het, de eerste aflevering vind ik echt super vet. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het even in de reactie achter. En ik check jullie gewoon bij episode 2 van deze serie. Bedankt voor het kijken. En ik zeg... Peace!